Oeh. Yes, mensen. Jullie zien het. We zijn nu met For Show Bangers. We in here. Ik hoef de andere twee niet eens voor te stellen, want dat hebben we al twee keer gedaan. Of niet? Canvo, de big show, hè? De big show. Zeg eerlijk, je intro. Bro, je wil het echt overnemen op een bepaald moment. Je hebt het niet echt. Mijn intro was gewoon cool genoeg. Wat, bro, wat moet ik weer druk doen voor de derde? Gewoon weer opnieuw zeggen van, hey, de fan, hoor. Nee, maar je moet gewoon meer energy. Meer energy. What we drink? Energy. Dat moet jij doen. Nee, maar ik ga het niet doen. We gaan door naar de gast. Ik ga het kort maar krachtig houden. Hoe? We zijn met de one and only, meneer van de slogan, we in here! Yes! Maar fucken met vervolg van Jong Belegen. Convo, snel, maar heel snel. Convo, de big show. Binnenkort, ik heb iets doms klaar liggen. Ja? Oké. Je gaat primeuren bij Convo, hoor ik. Kijk, weet je hem? Die track is nog niet af. Ik wacht nog op twee verses. Nee, niet nu primeur, hè, wanneer het af is, broer. Oh, tuurlijk. Ja. I got you, man. The big show. That's love. That's show. Safe, safe. Maar we zijn bij Encore, 5-year anniversary. Yes. Ja, man. De vaste MC. Eminem. hij heeft dat net afgezworen, man. Hoofdstuk afgesloten. Ik ga ermee stoppen. Hoe voel jij hier dan? Want jij bent zeg maar een vaste encore host. En nu die 5-year anniversary alvast live. Is toch wel een big thing. Kijk, als je kijkt naar het begin. Iedereen zei tegen Prime en Wax van, hey, elke zaterdag een hiphopfeestje in Amsterdam. Jullie zijn gek, man. En we kunnen gewoon zeggen dat de eerste 3 jaar, gewoon elke week was het gewoon bos. Daarna werd het misschien ietsje minder, maar nog steeds gewoon elke week druk. En nu staat het gewoon bekend als een hiphopfeestje van Europa, man. Nice. Het is echt een begrip geworden. En het is uiteindelijk ook wat veel mensen ook zien als buitenlandse artiesten. Als ze voor het eerst naar Nederland komen, is Encore wel de plek waar ze... Meestal wel, ja. Ze hebben meestal wel de primeur. Ze hebben Bryce Tiller als eerst gehad. Race from it volgens mij ook als eerst. DJ Master. Je kent je feiten. Ace Hood. Je kent je feiten. Ik weet niet. Ace Hood was al een keertje in de cent. Lil Yachty, Post Malone. Ja, maar veel gasten. Zo kan je wel doorgaan, man. DJ's ook. Spinking. Ja, man. Bro, kende die guy never. Op YouTube, ik zie die man heeft miljoenen. Je ziet miljoenen veel, bro. Ja, maar hoe voelt jouw rol daarin? Ik weet niet. Ik vind dat ze me... Een soort van persoonlijk nemen ze me wel altijd mee in hun dingen. Ze vragen me wel om advies. Van, hey, zullen we dit doen? Zullen we dat doen? Maar Encore is het feestje eigenlijk ook heel erg belangrijk voor mijn carrière geweest als MC. En ja, deze plek... Kijk hoe vol het is. Ik hoef eigenlijk niet eens veel hoe was het? Hoe was de crowd? Hoe was de vibe? De vibe was supergoed. Natuurlijk zijn heel veel mensen voor Cardi, maar alsnog is het de stempel Encore die heel veel mensen trekt, man. En waardoor heel veel mensen vorige week in Rotterdam eigenlijk niet zijn gekomen met ze wachten op deze. With all due respect. Shout out naar Encore. With all due respect. Nou, man, je kan niet eerst een shot gooien en dan with all due. Ik gooi geen shots, man, bro. Als ik shots gooi, gaat iemand dood, bro. Hey! Volle gunman. Puur. Ik heb geen gunman, bro. Amsterdam-West, hè? Snap je? Oké. Okay. Maar fucker met Grossel dan. Ik zie mensen maken pika's mee. Ik zie Post Malone. Ik zie Young M.A. Wat is die Grossel? Leg ons Cardi uit, B. Cardi B heeft ook pika gewoon. Ja. Hey, hoe dan? Niemand een foto. Ik heb dat even gemist. Heb je dat voor Grossel, elkaar gekregen? Grossel, op zijn hoodie staat Grossel. Hij gaat het zo uitleggen. Wat camera moet ik, jongens? Allemaal, broer. Nee. Allemaal. Grossel. We moeten zien. Toevallig krijgt iedereen van Convo 1 hoodie. Shout-out naar For Show. Oh nee, man. Nice. Ik dacht wel meer hoodies eigenlijk, man. Ik wil jullie best wel sponsoren eigenlijk. Dus laten we het een keertje over hebben. The Big Show. Love. Voor de mensen thuis. En voor mij was het ook nieuw. Grosso, wat is dat precies? Grosso is een merk wat ik ben gestart samen met een partner van mij, Gino. En wat wij eigenlijk doen is kleding maken. En we maken zeg maar... ik wil eigenlijk mijn idee niet gelijk zeggen, maar ik zal het wel moeten. Nee, maar... we maken merchandise zeg maar, voor artiesten, influencers en movements. Dus we hebben bijvoorbeeld contracten getekend met Atje, met Afro Losjes. Dope. De Fellas. Ja, De Fellas. En we gaan hun merchandise zeg maar, voor ze oppakken. En dat gewoon professioneel neerzetten. Oké, dat is nice. Want normaal gesproken, idea. Voor, de nice mensen, voor de mensen, voor het grote publiek, was For Show Bangers de man achter Jong Belegen. We in here. Ik denk... Een van de eerste concepten die zeg maar jong talent bij elkaar bracht. En gewoon iets... Zij misschien? Ja, want je hebt buitenwesten. Nee, maar hij heeft zeg maar een soort van... Nu heeft geïnspireerd.
Hey. Misschien hebben ze wel gestolen, ik weet niet. Hey. Hey. Er zijn zeker gesprekken geweest, laten we daar nu... Ik weet niet, toch? Ja. Voordat ik hoor dat ik weer shots had. Zeg geen shots trouwens. Nee, want anders new vallen wave, de doden. Snap je? En New Wave is al... We kunnen Kees gewoon bossen als je wilt, dat snap is niet, je? Dat is niet wat ik zo goed had kunnen neerzetten. We kunnen Kees gewoon bossen als je wilt. Dat bepaalde tracks op mijn plaat misschien niet hadden gehad, die nu gewoon super, super grote hits zijn. Ja. En je hebt ook daarna respect. Het project Blauwdruk gehad. Yes. En daar heb je ook gouden platen voor ontvangen. Ja. Het is meer van, je was meer de muziekkant op, zeg maar. En nu in één keer toch een ander pad ben je aan het bewandelen. Van oh, waar... nee, maar het is hetzelfde pad. Alleen het pad is gewoon iets groter, gewoon iets breder. Dus ik kan verschillende kanten op, snap je? Ik heb niet altijd maar één ding gedaan. Ik heb verschillende dingen gedaan. Kijk, deze man naast me. Ik heb hem heel lang gemanaged ook. Ja. Snap je? Dus ik heb zoveel dingen die ik wil doen nog. Zoveel dingen die ik wil doen. Rap money is weg, ik wil een miljoen. En hoor je direct van Lijp en DJ Stijk ook alweer? Doe rustig. Doe rustig. Ja, man. Of jezelf. En als je kijkt naar Defano. Ja. Een jonge Defano, jongen die... Defano, broer. Defano. Ja. Eminem. ja. Legendary. Ja. Sorry, ik heb mijn vraag gewoon vergeten. Nee, Defano heb je vanaf het begin onder je hoede genomen. En je ziet nu dat hij aan het groeien is. Ja. Hoe kijk je daarnaar als een... Ja, ik ben super trots. Kijk, weet je wat het is? Ik zie vaak dingen... Best wel vroeg heb ik het gevoel. Als ik dat over mezelf mag zeggen. Maar ja, ik weet niet. Kijk, als ik zie waar het was en waar het nu is. En dat hij gewoon de volgende black guy die het gaat doen is. Inshallah. Dan ben ik alleen maar super trots. Dan kan ik alleen maar zeggen van dat ik blij ben dat ik dat zo vroeg heb kunnen zien. Man. En dat ik eraan mee heb kunnen werken. Nice. Maar waar denk je dat jouw zesde zintuig vandaan komt? Dat je mensen gewoon meteen kan checken van ja, maar jij gaat iets worden. Ik weet niet, man. Ik denk altijd sowieso gewoon lobby. Dat voorop. En ik denk altijd dat er een soort van connectie is. En een soort van, ja, ik weet niet. Soms krijg ik gewoon een gevoel van, hé, die persoon heeft iets. En laat me kijken hoe we dat eruit kunnen halen, man. Nice things. Mm-hmm. Denk het zit in je bril, man. Echt? Wie? Wat kan met jullie, man? Jullie zijn raar, man. Ik denk dat je neem mijn woorden voor de next black guy, neem ik even terug. Nee, man. Ik denk als je lenzen in gaat doen, dan is het gewoon, dan gaat het niet meer zo gaan. Nou ja, maar... Wil je lenzen? Misschien wel. Ik denk die maar dan heb je dingen op je schema staan voor 2018. Want je begint nu pas je business. Ja. Ik denk dat je ook wel weer wat wil doen met muziek. Zeker. Kijk, ik heb 2 maanden geleden met een nieuw label een soort van deal getekend. En mogen we weten welk label of denk je van we laten het even? Het label is nog niet echt naar buiten gekomen met hun naam. Dus ik ga de naam, als ik de naam zeg heeft het geen zin. Okay. Je gaat het sowieso heel snel zien. Yeah. En ik ben, als het goed is, een van de eerste artiesten die erop onderuit gaat komen. En ik heb dan een single met, ik zeg 1 naam, met 7 en dan nog 2 andere gasten. Spannend! Oh, wachten op 2 verses. Dit is de Ja, slimme guys. Maar als die verses niet komen, moet die 2 andere naam. Dus hij kan niet nu zeggen. In ieder geval, 7 is safe. En dat is al een hele sterke. Oh, dat deed je net in zijn kleedkamer toen je even geen flash van, hey, fucken met jou. Oh nee, maar heeft. Gee, 7 werkt zo snel, hij heeft zijn versus al gelegd. Ja man, dat is een rare aanvulling. Maar fuck aan met die Cardi B. Cardi B heeft een foto met Grussel. Ja, ze heeft een... We hebben er een box gegeven met een trui. En daar heeft ze een foto mee gemaakt. Ja, okay, nice things. Hoe heb je hem? De trui? Die foto? Oh ja, tuurlijk. Mag ik hem zien? Nice, je gelooft niet. Hé, mag ik ook hoesje? Nee, ik wil gewoon zien, toch? Oh, er zijn ook hoesjes. Oh shit. Hey, hallo. Omdraaien. Oh shit. Ik mag ook hoesje? Tuurlijk mag jij hoesje, broertje. Love, gratis. Tuurlijk, broertje. Gaan jullie sponsoren. De Big Show. Jezelf. Als we dan even door mogen gaan over het feest waar we nu zijn, Encore. Hoe belangrijk is Encore, denk je, voor Nederlandse hiphop? Heel belangrijk. Ik denk dat er was geen plek voor hiphop en R&B in Amsterdam, in de hoofdstad notabene, die elke zaterdag of elke week een feestje deed. En dat was eigenlijk broodnodig, maar aan de andere kant ook een soort van riskant. Maar het is gelukt, zoals je ziet. We zijn 5 jaar verder en we staan in de Afwas Live. Het is me gelukt. En wat is het... Het is best wel bijzonder dat er een hiphop event... Ik krijg een appje, man. Heb je die 10.000 al ontvangen? Jongen. Zeg maar ja. Het kan allemaal bij Canvo. Mensen gaan dwars door je heen. Terwijl je een Canvo hebt. Echt, hè? Hoort erbij. Hoort erbij. Zo netjes, Yuki. In ieder geval, wat ik wilde zeggen. Encore. Wat is de strategie erachter geweest dat er een hiphop event 5 jaar lang zo lekker gaat, festivals aan het doen is? Waar zit hem het puntje in waarin Encore zich onderscheidt? Ik denk... Zoals ik net al zei, ik denk het gemist. Het was er niet. Er was niet
een wekelijks ding. Mm-hmm. Er waren wel wekelijkse vissers, maar niet per se waar... vooral in Amsterdam, de meeste dingen zijn eclectisch en... Ja. Weet toch, zijn een beetje breed, maar dit was de basis was altijd hip-hop en R&B bij Encore. Dus. En ik denk dat dat... En natuurlijk de goede muziek en de kwaliteit van DJ's, want daar kijken ze ook gewoon heel strikt en streng naar. Ik denk dat dat... Vooral nieuwe muziek steeds. Ja, continu up-to-date blijven. Niet zeker, steeds die oude hitjes weer draaien. Geen corny shit. Ze willen geen DMX party op horen. Dat mag gewoon niet. Dat is een verboden plaat bij Encore. Oh, ja? Encore, home of hip-hop on R&B. Is er een soort verboden lijst? Ja, het moet. Is er een soort verboden lijst bij Anker dat er bepaalde tracks niet gedraaid mogen worden? Er is sowieso een briefing die, over de mood van de avond. Die is er. Voor 1 uur geen Minolop. Ja? Is ook een ding, bro. Geen hits. Dat wist ik helemaal niet eens. Ja, man. Je moet met de stemming meedraaien, toch? Met de tijd. Je kan niet om 12 uur druk doen. Nee, ga je morgen toevallig ook naar Paradiso? Nee, ik ga morgen naar La Rouche, man, bro. Oh, je hebt gelijk, want die straat langs gaan daar zijn. Maar hij moet hosten, dus ja. Oh. Ik ben daar. Ik twijfel om te gaan, man. Ja, man. Kijk, ik wil niet naar een show gewoon dat alleen om La Rouche gaat, man. La Rouche is leuk voor... Maar het gaat niet alleen om La Rouche, hè. Er zijn ook genoeg DJ's, man. Zijn ook genoeg DJ's. Ja, maar kijk, DJ's trekken me niet aan. Ik moet wel optreden daar. Hey. Ze konden liever een cachet ook erbij zetten van... Band. Je snap je? Ik snap je. Laat me even een... Nu moet je gewoon de hele dag bounce op drijven. Ik ga vandaag ook naar Guus Meeuwis, man. Legendary. Guus Meeuwis. Ja, man. Guus. Let's get it. Guus. The big show. Convo. For the culture. For show. Ja, man. Het was een... Het was tof. Ik ben ook benieuwd wat je aankomend jaar gaat doen. Je hebt Grosso, broer. Grosso. Grind en Hustle voor de mensen die het niet snappen. Grind en Hustle. Label deal. Nieuwe muziek komt eraan. Mm. We gaan het allemaal horen. For show, ik wil je met bedanken, man. Met 7+2. En dan gaat Yuki straks een bankoe geven en I love him for that. Heb je misschien nog een eindtakkie? Misschien heb jij nog iets wat je echt wil zeggen. Motiveer de mensen. Die camera alsjeblieft. Wat zeg je nou? Je gaat Yuki je bankoe geven, wat? Tuurlijk, man. Straks. I got you, man. Oh, love, man. Got you. Weet je nu? Ja. Ik heb een nippelbankoe gekregen bij Club Blue vorige week. Hey, alsjeblieft, dus weer het afsluiten. Mm. Voor de mensen thuis, een boodschap vanuit de show. Namens Encore, naar de mensen thuis. Ik wil heel graag een keertje langskomen naar de echte show. En niet zo, zeg maar, op locatie. Mag dat? De echte show? Ja, de echte show. Gewoon een uur lang. Ja, maar zo paai. Wat dan? Pai? Paiso? Peola? Nu al, oké. Okay. Okay, nee, man, we gaan je sowieso inviten, man. Ik betaal je met die bank die Guki. Maar ik zei je al, primeuren. Die shit primeuren bij ons. Ja, man. En primeur. Oké, gaan we doen. Zijn. Sowieso. Dus wanneer je met nieuwe shit komt... Een laatste message vanuit For Show. Namens Encore. Voor de mensen thuis. Nee, dit gaat echt kut. Weet je wat? Mensen, later. Yo, doei. Support your locals.